Het hoofd van de afdeling personeelszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Anne Yi, die in China is aangehouden voor diefstal van sieraden in een juwelierszaak, zal moeten boeten voor haar daad. In een persbericht meldt het Nationaal Informatieinstituut, NII, dat minister Yildiz Polat-Biegli van Buitenlandse Zaken de opdracht van president Desi Bouters heeft gekregen om het voorval niet met de mantel der liefde te bedekken. De nodige sancties zullen volgen en deze moeten dienen als een waarschuwing voor een ieder die de kans krijgt om Suriname buiten de grenzen te vertegenwoordigen, beklemtoont de bewindsvrouwen. De visa-ambtenaar vertoeft in China, waar ze een training volgde. Ze was in een juwelierszaak met de bedoeling sieraden te kopen. Op een onbewaakt moment heeft ze kans gezien enkele weg te moffelen. Niet lang daarna kwam haar daad aan het licht en is ze gearresteerd door de politie. Volgens de minister ziet China het voorval als een op zichzelf staand feit. Dit gebeuren zal dus geen invloed hebben op de bilaterale band tussen beide landen.